Hallo sapperlingetjes van Justice Pregnant, welkom bij een special! We bestaan namelijk 3 jaar! En daarom gaan we heel origineel nog een keer de roeiwerk challenge. We hebben allebei 10 vragen bedacht die we gaan gebruiken. Oh, deze vragen zijn zo... Die vragen zijn ook heter dan die heetste gym. We hebben natuurlijk een lekker monstertje erbij, dus laten we die eerst even lekker. Dat is een probleem. Pas 3 jaar. Ja, zullen jullie even proosten. Dat we nog 3 jaar zijn verder mogen. Proosten jullie mee met ons? Naar het eventjes weten. Zijn allemaal pauze, rennen naar de winkel. En een zak chips. Ja, ik wil meedoen, want jij valt daar. En dan stuur de rest weer naar ons, zeg maar, zodat wij weer een nieuwe video kunnen maken met al die chips die ik er niks. Ik kan moeilijk zeggen dat ik gewoon niet. Oké, de regels zijn gewoon hetzelfde. Je moet gewoon 2 chipjes pakken op het moment dat je... 2? Zullen we ook gaan 3? Je moet wel... Drie chipjes. Dus zullen we allebei even 1 eten om weer even niet smaak te maken? Nee, gewoon. Nee, gewoon. Shit, ik heb je meteen niet eten. Ik weet nog wel van vorige keer. Die duurde dit super lang, ja. Oké, ik vind dat jij moet beginnen. Met een vraag aan jou? Met een vraag, ja. Oké, mijn allereerste vraag, komt ie. Welke spreuk leert Hermeline als enige in Harry Potter en de gevangenen van Azkaban op de wc? Welke spreuk als enige? Is dat A. Gracius? Is dat B. Carpe Retractum? Is dat C. Draconivors? Of is dat D. Ik December? Ik heb het eigenlijk al horen, maar die staat er niet bij. Antwoord A. Nee, het was eigenlijk C, Draconivors. Daarmee kan ze drakenbeelden in echte draken veranderen. Dus, 2. He's on fire! Lekker. Nee! Oké. Vraag 1. Hoeveel legendarische Pokémon zijn er in totaal tot nu? Dus ook die nog niet officieel in de game zijn, maar al wel. Ja, okay, ik weet wel. Is dat antwoord A? Ja. 55. Is dat antwoord B? 45. Is dat antwoord C? 40. Of is dat antwoord D? 60. Oké, ik wil, dit is nog niet mijn officiële antwoord, want ik ga ze nog natellen, maar ik ga er niet van uit dat het antwoord C is. Dus dan gaan ze niet tellen, ja? Ga je ze niet tellen. Zetos, Articuno, Moltres. Mewtwo, dat zijn er al 5. Lugia, Ho-Oh, Celebi. Entei, Suicune, Raikou is 11. Latios, Rayquaza, Groudon, Kyogre, Deoxys, Jirachi. Waarschijnlijk zijn er wel eentje op. Ja, vast wel. Dialga, Palkia, Giratina, Darkrai, Arceus, Mimenvi, Azelf, Uxie, Mesprit. Dat is al 27. Shaymin. Fion. Dat is 29. Ik zal het vast wel even vergeten. Dan gaan we door naar de 5e generatie. Wat zijn dat wel? Reshiram. Zeroark. Of nee, niet Zeroark. Sekro. Dat is de 6e generatie. Nee, dat is 5e generatie. Oké. Wat is er dan nog meer? Kyurem. Die wel honden. Oh ja, voor... Cobalt, Lion, Terra, Kion. Ja, precies. Dan heb je nog Terra, Keldeo. Keldeo. Ik ben trouwens nog Heatran vergeten, Cresselia. Yes.
Nou, dan gaan we er al over die 40 gaan we al. Dan is mijn antwoord 45. Nee, kut. Dat is fout. Dat is 50. 55. Zo, dat is wel veel. Kom maar. E-Twin. Dat is het. Ik hoop dat die kleine ding in nee, ja. Nee, ja. Dat ook? Nee, ook niet. Ja. Nog. Ja, kut. Oh, nee! Nee! Ah, nee. Drink wel weg met je mond. Ja. Nee. Oh. Hij is vroeg gevallen vandaag. Ja. Nou. Oké. Welke Pokémon heb ik geen één keer gehad in mijn Pokémon-serie? Is dat A, Aerodactyl? Is dat B, Abomasnow? Is dat C, Alakazam? Of is dat D, Houndoom? C ook alweer? Elke zin. Ze twijfelen tussen A en C. En ik weet dat er één van klopt. Dat moet wel, want ik weet dat jij naar Bommersnow had gehad. Een girl of zo. Ik weet in ieder geval dat jij naar Bommersnow had gehad. En ik weet ook dat jij naar Houndoom had gehad. Ja, ik ga nu niks voor zeggen omdat je dan het antwoord weet. Eerst een antwoord geven en dan ga ik nog wel iets vertellen. Dan. Kijk, en misschien omdat je dan bij zo'n fossiel dan ook Aerodactyl hebt gehad, dan denk ik dat jij geen elke zin hebt gehad. Elke zin hebben wij samen in Crystal gehad. Dat is er. Samen. Dat is leuk. 2. Zit die middelste proefje in expansie? Oké. Hoeveel video's heeft Justin Specmatis? Op dit moment? Op dit moment. 543. Is dat antwoord A? 540. Is dat antwoord B? 550. Is dat antwoord C? 501. Of is het antwoord D? 557. Dat klopt, dit is 543. Ik heb net gekeken. Ik ook. Ik ook. Ik heb net ook gekeken. Ik ook. Dus 543, want ik heb namelijk ook zo'n vraag. Ja, ik ook. Maar bij mij stond er iets anders, dus wat stond er bij mij? Dan moet ik nog even voor, want ik wacht er gewoon weer op. Oké, wacht. Dan kan het... had je ook 550 ertussen staan? Ja. Nee, dat is wel goed. Hoe heet dat? Nou, omdat er ook, ik heb twee video's geüpload vandaag. En dan komt het totaal uit, zeg maar. En er stonden mij, bij mij van de bloedingsmoed erbij. Dus het is goed voor je. Ja. Maar ik laat het nu ook meteen voor me zien. Ja, het is goed, ja. En je zei eerst 543 ja. Plus twee video's, dus 500. Ja, maar dat doe ik gewoon. Oké. Maar nee, ik ga hem nu ook opzoeken. Hier! Ja, toch weer even aan de kijkers. Bij mij echt gewoon 550 stond. 543. Maar je hebt hem alsnog gewoon goed. Ja. Dus maar nou weet ik ook het antwoord op jou. Nee, dat weet je niet, want daar is iets anders gesteld. Oké, welke starter zou Ash in eerste instantie hebben in plaats van Pikachu? Is dat A, Wigglytuff? Is dat B, Clefairy? Is dat C, Sudowoodo? Of is dat D, Caterpie? Gewoon in de echte serie? Ja, gewoon wat ze hem eigenlijk als starter wouden geven. In plaats van Pikachu. Dan is het daarna toch Pikachu. En de reden was, omdat hij geler is. Ja, hij kwam eerst en toen wilde hij een Charmander. Toen wilde hij een Squirtle, of ja, ik weet in ieder geval dat hij als eerste wilde hij een Charmander. Ja, die was weg. Squirtle van Bulbasaur, die zijn het alle drie nu. Toen dacht ik dat die Pikachu naar boven kwam. Ja, dat klopt ook, maar het is niet in de anime. Ze wouden hem als
Kijk, toen ze het bedachten, waren ze hun eerst een andere starter. Oké. Wie was het allemaal nog meer? Wigglytuff, Clefairy, Sudowoodle of Caterpie? Sudowoodle valt af, dat is de Jota Pokémon. Dus dan heb ik de eerste. Caterpie is het denk ik ook niet, dus de eerste twee waren. Wigglytuff of Clefairy? Ik bedoel niet Jigglypuff, echt Wiggly. Ja, dat is het. Dan is het Clefairy. Ja, klopt. What the fuck? Oké. Okay. Je had Jigglypuff moeten zeggen, ja. Dat was een moeilijke. Oké. Okay. Shit, de antwoord. Hoeveel, vraag die trouwens, hoeveel afleveringen telt de serie op ons kanaal Mario Super Mario Bros. 3? Is dat antwoord A? Is dat die wij hebben uitgespeeld? Dat is die wij hebben uitgespeeld. Ik denk dat ik het antwoord heb. 19. Antwoord B. 24. Antwoord C. 21. Of antwoord D. 17. 19. Maar wat was C? C is 21. Het is C. Dat is goed. What the fuck? Wat nou? What the fuck? Je weet al die shizzles. Hij was fijn. Hoeveelste video is dit? In mijn calculaties. De 445ste, de 455ste, de 545ste of de 555ste? We hadden net 543 video's. Ja. Dus dan was dit de 544ste. De kans is een keuze te doen. Maar ik weet daar meer van. Dus dan is het 545 dan. Is dat er dan? Ja, dat is dan 6. Ja, dan heb je 6. Ja. Want dan ga je morgen eerst een andere video opnemen? Nee, vanmiddag. Easy. Hey, we hebben nog niet veel gegeten. Oké. Bij jouw video de top 3 of de top 10 soundtracks, weet je wel? Ja. Wat is bij jouw nummer 3 liedje van? Is dat antwoord A? Windweken. Het leuke is dat ik weer pas al heb gekeken, 2 dagen geleden. Nee, ja. Is dat antwoord B, Delfino Plaza? Is dat antwoord C, Koji Team? Of is dat antwoord D, searching Clues van Professor Layton? Wat waren A en B? Nee, A was trouwens Windweken. Ja, die was B, Delfino Plaza. Dat is Delfino Plaza. Dat is de enige vraag die ik niet heb heel zeker. Maar ik kan het wel even. Oké, check even. Ik zit te twijfelen tussen de windweken. Ik heb alles voor me bijgeschreven. De antwoorden. Ja, ik ook. Alleen, dat is echt de enige. Volgens mij heb ik windweken op nummer 1 staan. Nee, jij hebt op nummer 1 Alder. Oh ja. Ja, klopt. Op nummer 1 heb jij Alder en dan heb jij Koji Team of Delfino Plaza en dan windweken. Ja. Volgens mij is het Koji Team 3 of zo. Of 4. Nee, Professor Layton was 4. Oké. Ja? We zijn 7 tot 6. Ja, Koji Team 4 en dan... Oh, ik heb het fout! Hij heeft het fout en hij heeft het 2 dagen geleden gekeken. Yeah. Eat the shit! Doe je niet uit? Die is wel heet. Ook niet. Nee. Kom maar op met je vraagje, motherfucker. Wat was de eerste speler die wij bij de pack, die wij packten in de 24k pack opening? Was dat A, Bende? Was dat B, Wijnaldum? Was dat C, Dede? Of was dat D, Reinaert? Dezelfde samen of? Gewoon die voorop, man, weet je wel. De eerste pack die we openden, die toen in beeld kwam. Oh, ik heb hem gewoon net gekeken. Ik wilde ook zo'n vraag maken. DD. Ik kom er bekend voor. Ze zijn allemaal afgekomen. Maar het was niet goed. Het was de Reinaerts. Dat is niet goed. Oké.
Ik wil eigenlijk te doen welke speler hebben we drie keer gepakt in de pack. Dat was de keeper. Of nee, dat was... Nee, die was dat. Die kregen we drie keer. Ah. Dat is je dan niet lol. Lekker. Nou, volgende vraag. Op welke datum is de Perky prank geüpload? Weet je wel bij Niels? Wat slaat deze bij jou? Ja, we wouden bij Niels en toen deden we bij Cars. Nee, we hadden die prop dat we tegen Niels aangekomen. Nee, het was niet tegen Niels, want die werd wakker toen. We wouden tegen Niels en die werd wakker en toen dacht ik, kut, nu moeten we tegen Cars aan. Nou, dan tegen Cars aan. Nou ja, die prank dus. Is dat antwoord A, 15-3-2014? Antwoord B, 12-4-2014? Antwoord C, 12-4-2013? Of antwoord D, 17-2-2014? A. Ja. Wat de fuck? Ja, rond mijn verjaardag. En het was niet voor mijn verjaardag, dus de eerste datum na mijn verjaardag. Dus dat was helemaal goed. Je had het dichter bij mijn verjaardag. Het was toch voor mijn verjaardag waren jullie daar, dus... Nou ja. Oh, alleen voor de M&M. Hoeveel series met meer dan 40 afleveringen hebben wij op ons kanaal? Is dat A, 3? Is dat B, 2? Is dat C, 5? Of is dat D, 4? Ah, ik weet bijvoorbeeld dat één Pokémon is er 39. Lee Green of zo? 39. Nou, Y2 heeft er 39. Eentje had er 39. Sunshine heeft ook geen 40. Nee, die hebben we niet afgemaakt. Metabots ook niet. Ik denk die heeft er 19. 2. Dat is goed. Ja. Niet zo heel veel. De Soul Silver Randomizer en de Pro. Ik was die wel lastig, alleen... Oké, dan gaan we door met vraag 7. Vraag 7. Wie van deze mensen heeft nog nooit bewust meegedaan in een video van Just a Fragment? Bubbet. A. Kimberly. B. Rogier. C. Thijs. Of D. Isa. Kijk, dit is zo'n vieze strikvraag, denk ik. Want ik weet wel gewoon soms dat Kimberly dan binnenkwam en dan ik zeg, wat zijn jullie aan het doen? We nemen op en dan, oh cool, en dan gaat ze ook meedoen, weet je wel. Dus dan is het aan één, dan is het wel bewust. Maar Thijs en Rogier, daar ben ik dan nog niet bij geweest. Je hebt een keer met Thijs zo'n special opgenomen. Zo'n brawl heb je met hem gedaan ofzo? Of nee? Ja, dat weet ik. Isa heeft wel bewust meegedaan, Isus. Dus dan denk ik dat Rogier. Dat is goed. Met je. Man! Er is een aflevering van Pokémon Crystal. Ja. En daar zit Kimberly echt een hele aflevering echt van mee te leren. Wat is dat dan? Oké. Vraag 7 alweer. Ja, vraag 7. Oké. Okay. Wat is de titel van part 2 Pokémon Fire Red Randomizer? Shine. Ja. Okay. Is dat antwoord A, alles is goed gegaan? Antwoord B, Professor Ditch. Antwoord C, eindelijk verder. Of antwoord D, Kakuna Matata. Kakuna Matata. Ja, dat is heel makkelijk. Oké. Okay. Kakuna Matata. Oké, 8. Welke Pokémon is Pokémon nummer 545? Het aantal afleveringen dat wij, of video's die wij op Just a Fragment. Is dat A, Drapion? Is dat B, Fennepy? Is dat C, La Bebe? Of is dat D, Scallopy? A. Ik wil. Het is D, Scallopy. Dit was dan een vraag die jij gewoon niet kan weten. Inderdaad. Dus voor 3 shippies. En omdat ik zo'n vieze vraag krijg, neem ik aan dat dit is gewoon lekker zo. Ja, maar zo krijg je nooit die hete, hè? Want als die er dan tussen zit, dan voelt hij die aan.
Nee, ik zei niks. Niles! Ah, ik bleef helemaal knauwen. Nice. 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 Zuppig, hè. Oké. Dat is echt een heel, dat is best een eigenlijk. Ja, ik ben echt benieuwd of zij een keer zo'n peper gaat eten, maar dat gaat eigenlijk, ik kan er echt bij het niet. Dat is een hele kan melk afgelopen. Ja, ben je klaar? Ja, ik snap ook echt niet dat mensen het echt lekker vinden, zo heet eten. Nee, ja, ik had het niet. Dat is zo zo. Nee, dat is van je pest! Vraag 8. Wanneer kwam part 1 online? Van Pokémon Regents. Weet je dat? Pokémon Regents. Is dit niet al de moeilijkste die er is? Nee. Jezus. Is dat antwoord A 7-1-2013? Antwoord B 19-2-2013? Antwoord C 18-1-2013? Of antwoord B 10-1-2013? Pokémon Regents. A. Ja, dat is toch? Yeah. Dat ging eigenlijk, we wilden eigenlijk van Kanto naar Johto naar Hoenn. Ja, eigenlijk nog steeds een keer doen, man. Ja, dat is best leuk. Dan moet je wel stoppen met fighting. Dan speel je dadelijk teken van. Oh, nee, dan doe ik yellow. En dan gewoon tot de Pokémon League, of Pokémon League geslagen, volgende. Ja. Ja. Nee. Oké. Okay. In welke van deze steden is er geen echte Pokémon Center? Is dat A, Los Angeles? Is dat B, New York? Is dat C, Tokyo? Of is dat D, Osaka? Wil jij een echt Pokémon Center? Er zijn echte Pokémon Centers, waar je ze ook allemaal van die goodies verkoopt en zo. Dat heet ook een Pokémon Center. Oh, gewoon een winkel? Ja. Oké. Okay. Nou, in Tokio of zo is het sowieso een Pokémon Center. Wel meer. Noem eens antwoord D nog wel? Osaka. Daar ligt dat ook ergens in de wereld. Daar ga je niet tijd mee. Daar ga je niet tijd. Oké, dan heb je Los Angeles en? New York. Oh, dit is een lastige. Kijk, als Osaka daar in de buurt ligt, dan is Osaka sowieso goed. Stel, Osaka ligt ergens in China of zo. Ik ga toch voor Osaka. Nee, Osaka is er ook echt wel aan. Nee, Los Angeles. Ja, daar ben ik toevallig geweest. Oké, nu, zometeen komt de hardcore vraag waar we iedereen al op zich van achterleven. Ah, 3. Nee, zelfs 4. Nou, weer een keer. Dan, Daar kom ik terug. Nee, ik ben erbij, maar ik doe nog steeds heel erg. Mooi, ja, mooi. Oké, dat is jou niet. Niet zo. Oké, de vragen. De Pineapple Post. Wat doe je aan? Of niet? Oké, dan zou ik nou wel vaak geen. Hoeveel sterren hadden wij bij de laatste part van Super Mario Sunshine? Wat een kut! Antwoord A! 65! Antwoord B! 84! Antwoord C! 69! Of antwoord D! 71! Hadden we al zoveel? Ja! Yep. Hadden we 21, 22 al? Oké, wat was de allereerste? De allereerste was 65. Moest A. Kom maar niet. Het is antwoord D, 71. Je zat er dichtbij. Dus zo, jezus. Pak nou ook maar 65. Shit. Als je 3 vragen ook gewoon goed had gehad, dan heb ik echt helemaal erg. Oké, vraag nummer 10.
Hoe heette mijn shiny Sceptile in Pokémon Shiny Emerald Randomizer? Heb je dezelfde vraag? Ja. Heb je dezelfde vraag? Nee. Nou, oké. Is dat A, Treecky? Is dat B, Groovy? Is dat C, Septi? Of is dat D, Kleintje? Ik denk Groovy. Ja, dat is het. En weet je waarom? I'm Groovy. Nee, dat niet. Was dat daar niet van? Nee, het was gewoon Groovy. Oh, nou, ik dacht van Groovy. Ja, goed, ik heb het goed. Oké, de laatste vraag. Hoe oud is onze parody van Just a Specimen? Specimen is... Oh man. Die heb ik later nog geluisterd. Ongeveer. Is dat een jaar terug? Is dat een half jaar terug? Is dat anderhalf jaar terug? Of is dat 2 jaar terug? Anderhalf jaar terug. Nee, het is echt 1 jaar en 10 dagen terug. Echt? Ja, sowieso. 17 oktober of zo, sowieso. Oké. Dus dat is 1 jaar en 11 dagen. Oké. Dus Nou, ja, hoef ik niet, maar ik ben even op. Je hebt een fout! Je moet een chippies! Bitch! Oh, we mogen zo nog steeds eten van die chip. Dit was leuk. Kunnen we nog gewoon even tussen de hele chip hebben? Oké. Maar nog een paar uur, omdat het de derde is. Oh. Omdat we 3 jaar bestaan, gewoon 3 jaar. Dat waren wel leuke vragen. Waren we hadden dus nu meer goed dan de vorige keer, dan hadden we heel veel fout. Dat was de vorige keer best wel veel makkelijker waren. Dat is zoals, hoe heet de slechte bende van bij de bots en zo? Zoiets. Oké. Zal ik dan eens even een leuk handje pakken? En dat handje moet je ons knallen. Het is nog steeds niet, hè? Als jij deed shitty bent, hè? Nee. Twijfelen, het was wel warm, hè. Het is een 16. Bij ons is het een twijfelgevalletje, dat er eentje die er tussenin zat. Mm-hmm. Ik heb al zo'n eten. Nou, tot daar weer echt heel leuk. Als je dan maar inademt, dan voel je dat, zo. Mm-hmm. Mijn longen branden. Ah, fuck! Nice. Nee. Nou, inderdaad, ja. Zo, jezus, mijn tong. Ah! Stop it, Ron, stop! Ah! Here we go, you're a chosen man. Dat wordt ook gewoon wit. Dat is ook heter. Ik kan me niet zo heet herinneren, hoor. Ik ook helemaal niet. Waarschijnlijk hadden ze onze video gekregen en dacht, oh, die klik. Het is gewoon bitter ook. Het is alles naar gewoon... weg, gewoon bitter. Okay. Ah, er zijn er nog zoveel, hè. Oké, dit wordt mijn laatste handje van vandaag. Het is zo vies. De eindlaatste heeft ook gewoon geen nut, hè. Dat is gewoon nog het ergste. Echt het gevoel alsof het zo heel bitter aan het drinken bent. Ah. Zoals de monster kan meebekken. Dit was de erg van vandaag en ik vond die hiervoor al kut. Lekker zoete. Maar ook check je wat je pakt, als je mond al heet is, lijkt het dat het nog heet is. Ja. Dat is wel vies. Deze, ik doe die stop. Nooit meer. Oké, boys. Hopelijk geef jullie 3 duimpjes omhoog. Alleen wel 3 groene. Of groen, dislike en groen, dat zijn ook 3. En dan zien we jullie bij de VIA special. Ik ben dood aan het gaan. Ja, of ik ben dan dood.